Ik ben weer fucking benieuwd wat we gaan krijgen. En wat Marije dan niet vertelt. Hallo, bel jij. Hallo lieve mensen. Deze week gaan Max en ik een week lang geen voedsel verspillen. En nu hoor ik je wel denken, maar dat is echt moeilijker dan je denkt, sowieso. De gemiddelde Nederlander verspilt ieder jaar minstens 42 kilo voedsel en 57 liter drinken. Weet je hoeveel dat is? Dat is bijna een halve Max. Ik vind het echt vreselijk om eten te moeten weggooien, maar het gebeurt helaas wel. En ik schaam me dan ook dood iedere keer. Bij mij zitten denk ik voornamelijk kliekjes die ik dan over heb van het vorige avondeten en die ik daarna weer vergeet mee te nemen voor de lunch. Deze week wil ik in ieder geval mijn best doen om zoveel mogelijk voedselverspilling te verminderen. Een betere wereld begint bij jezelf tenslotte. Oké, even licht beter. Oké, alles licht. Is het beter? Oh mijn god. Oké, ik denk dat wij zoveel shit in onze kastjes en vriezers. Vriezers, dat is al onze vriezers. Rijen vriezers. Lijkt van de Valk wel hier. En koelkast hebben dan dat we weten. Dus volgens mij is stap 1 om alles uit te gaan mesten. Alle te houdbaar totdatums te bekijken. Volgens mij is het sowieso goed om eens in zoveel tijd te doen. Ik kan me herinneren trouwens bij jouw vorige huis dat ik echt blikken bonen vond. Die echt al 10 jaar over datum waren. Bonen. Die zijn überhaupt al 40 jaar houdbaar. 6 jaar. En dus ja. Oké, deze hele stapel is allemaal chap die we kunnen houden. Dus dat gaat goed. Maar al dit eten is of over datum of deze maand of binnenkort niet meer houdbaar. Of 2016. Oké, dus we gaan nu van deze stapel gaan we gerechten maken en dat gaan we over deze week dan eten. Nou ja, laten we wel wezen. Challenge is de challenge. Dit mag niet weg. Dus we moeten het nog eten. Het is lekker veel koolhydraten al. Ja. Oké, projectje koelkast. Oké, dit is best wel schaamtevol. Deze worteltjes heeft iemand een keer meegenomen. Die zien er een beetje zielig uit. Maar die gaan we gewoon wel opeten natuurlijk. Hier hebben we nog een pindasoepje. Maar dat gaan we niet meer eten. Ik durf de deksel niet eens meer eraf te halen. Oh man. Het ruikt minder smerig aan iedereen. Oké. Hey, jammer. Had even wat acteertalent erin gegooid. Voor een dramatisch YouTube-film dinges. Deze tot 15 september. Het is nu 24 september. Dus dat gaan we gewoon gokken. Dat gaan we gewoon eten. Dus ons avondeten van vanavond. Deze tortillas die al super oud zijn. Dit is al over datum. En dit is dan wel nog vers. Vers. Tada! Restjes eten. De wraps zijn wel echt oud. Het is een soort krant die je eet. Karton is het geworden, denk ik, ja. Weet je, voor de goede zaak. Ik had dus vanochtend vet veel zin in iets zoets. En ik wilde niet meteen alweer op dag 2 nieuwe boodschappen doen. Dus ik heb een Magic Box besteld. Ja. Oh, even uitleg. Deze video is een partnership met Too Good To Go. Zij hebben namelijk een app waar ik oprecht heel erg fan van ben. In die app kunnen restaurants eten aanbieden wat anders weggegooid zou worden, maar in principe nog hartstikke prima is. En jij kunt dat dan ophalen voor een klein prijsje. Wat je krijgt is heel verschillend en daarom noemen ze de Magic Box. En zo kun je meehelpen om voedselverspilling tegen te gaan. Van de 3 graafjes. Maar ik heb dus ooit gehoord dat iemand die een Magic Box ging ophalen via Too Good To Go, dat die een hele red velvet cake kreeg. Je krijgt dus zeg maar wat er over is die dag in de winkel. Klinkt prima. En ja, dat was het toen dus over. Dus alles wat nu minder is dan een hele red velvet cake is wel natuurlijk meteen een teleurstelling, hè? Ja, nee, ja, ja, oké, okay, ja. Oké, wat hebben we, Max? Wat hebben we, Max? Spannend! We hebben niet de complete red velvet gekregen, dat zie je al. Hier, maar ik vind het heel moeilijk om hier teleurgesteld over te zijn, want kijk. Oh
my god. Dat is echt wel amazeballs dit hoor. Hier hebben we dus 4,99 voor betaald. Wat natuurlijk... In zo'n cupcake was 4 euro. Ja, precies. Dus daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om. Maar het gaat om het voedsel verspillen. Of het voedsel wat je niet verspilt hierdoor. Die gaan we niet verspillen. Maar ik weet wel zeker dat dit niet de prullenbak in gaat, nee. Zo, goedemorgen. We hadden iets super slims bedacht, want we gaan natuurlijk niet al die cupcakes en taartjes opeten. Oké, wel de taartjes, maar niet de cupcakes, want dat is een beetje te veel van het goede. Letterlijk te veel van het goede. Dus ik wilde ze zo meenemen naar mijn afspraak. Maar nu heb ik ze op de grond in de woonkamer laten staan. Wat ook super sustainable is. Ja, dus ik heb net maar even onze schoonmaakmevrouw geappt dat die ze lekker mag meenemen en opeten. Want sharing is caring. Hè, Maxi? Wie is Karen? Zo jongens, het is inmiddels 6 uur later of zo. En onze dag is echt crazy. Het zou een rustige dag worden, maar niks van dat. Het gaat in principe niet over het onderwerp als in voedselverspilling. Maar een ander belangrijk onderwerp is vandaag in het nieuws gekomen. Namelijk LSD microdoseren. En daar heb ik ooit een video over gemaakt. Ik heb namelijk 4 weken lang met LSD geleefd. Een microdosis dus. En er is vandaag een belangrijk onderzoek uitgekomen en aan de hand daarvan heeft Radio 1 mij uitgenodigd en is Pauw Nieuws bij ons op bezoek gekomen. En ik vind het gewoon zo tof dat, ik ben zo'n voorstander van dat er meer onderzoek moet komen naar LSD microdoseren. Of sowieso gewoon LSD, want het is echt een hele unieke stof. En ik vind het dus ook heel tof dat die media mij uitnodigen hiervoor. Want dit is gewoon waar ik het voor doe. Waarvoor ik op YouTube zit om die taboe doorbrekende verhalen te vertellen. En hopelijk mensen aan het denken te zetten over LSD. Maar in dit geval dus ook over voedselverspilling natuurlijk. En dit maakt gewoon mijn werk zo leuk. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Want ja, dat is belangrijk. Belangrijke dingen. En ik kan hierdoor mijn skills als chauffeur goed oefenen. Ja, en je hebt ook mijn tas gedragen. Dat is ook vet goed. Ja, ik ben echt lekker bezig vandaag. Ja, schouderklopje. Goed bezig. Oh. Sloeg ik bijna iemand voor zijn kop. Zijn ze door. Ik geloof dat we... Misschien moeten we wel even bijzeggen dat we recht uit de kickboxles komen. Ja, vandaar deze lege blikken. Ik zie eruit alsof ik al een week dood ben. We ontkomen geloof ik toch niet aan een beetje boodschappen doen. Dus we gaan op 35% jacht. Korting. 35% korting jacht. We gaan nu naar Albert Heijn en die hebben 35% korting artikelen. En dat doen de meeste supermarkten voor dingen die ze anders weg moeten gooien. Zie ik blijf doorlullen, want ik zie hoe hard Marije's hand trilt. En ik wil eigenlijk dat ze de camera laat vallen. Gewoon doordat ik zo lang aan het oude hoeren ben. Maar dat lukt niet, want ik kan... Jongens, als je erop gaat letten, is er eigenlijk best wel veel met 35% korting. En dan eet je misschien ook nog een keer wat anders als je daarop let en op die manier je inkopen doet. Moet ik nog even een biertje halen? Wel, 35% dan, hè? Dat lijkt me erg sterk. Nou, we hebben even scherp gesteld. Ja, daar zijn we. En we hebben uiteindelijk best wel wat boodschappen gedaan. Maar wel gekozen voor dingen die we ook daadwerkelijk eten. Want het gaat natuurlijk een beetje zijn doel voorbij als je nu allemaal dingen gaat kopen die je eigenlijk niet nodig hebt natuurlijk. Of niet op gaat eten. Sojamelk. Ik drink liever havermelk omdat die nog minder belastend is voor het milieu. Bier voor Max. Een salade met linzen. Bonen, fan van... Dit ook fan van. En dit is ook altijd handig. En ik kon het niet laten. New York Cheesecake Kit Kat. Oké, het is 12 uur. En dat is een spannend moment. Want om 12 uur komt altijd alle nieuwe Magic Boxen online van Too Good To Go. Mensen schijnen hier echt gewoon hun wekker voor te zetten. En ik ben ervoor opgebleven... Ben ik heel erg moe? Ja. Maar wil ik graag lekkere chap? Ja. Oké. Je opent dus de app. Dan staan daar alle dingen die Magic Boxen aanbieden. Dus dat is allemaal waarvan ze al weten dat ze over hebben. En dan kies je dat. Oké, deze wil ik. Want die is volgens mij ook heel gewild. Eentje hebben ze er nog over. Oh, shit. Oh, gewoon een minuut te laat. No way.
Oké, ik heb er eentje gevonden die ik wil. 4,99, 2 over. Deze is volgens mij ook super gewild. Conscious Hotel Vondelpark. Vondelpark? Vondelpark. Dus die koop ik. Je kan ook betalen met Ideal. Bij mij staat creditcard standaard ingesteld. Afrekenen. Duimpje erop. En dan. Yes. Morgen ga ik 2 heerlijke Magic Boxen ophalen. Oké, ik wil even iets vertellen over iets wat heel veel mensen volgens mij door de war halen. Ik ook. Namelijk het tenminste houdbaar tot en het te gebruiken tot. Wat altijd op verpakkingen staat van eten. Tenminste houdbaar tot staat op producten die niet snel bederven. Dus de kwaliteit van het product kan na die datum achteruit gaan, maar je kan nog wel veilig eten. Bijvoorbeeld deze yoghurt. En te gebruiken tot staat op zeer bederfelijke producten. Na de TGT-datum moet je het dus weggooien. Bijvoorbeeld deze worteltjes. Kortom, let daarop als je dus een tenminste houdbaar tot product hebt. Dan hoef je het echt niet meteen weg te gooien als de datum al voorbij is. Hashtag tip van de dag. En jazz fingers, blijkbaar. Hallo mensen, we zijn aan het eten met... Hallo. En ook Max is er. En we hebben wat bedacht over. Dus die gaan netjes het zakje in en mee naar huis. Ja, ja, ja. Maar nog meer. Dit stukje tomaat gaat ook mee. De saus gaat ook mee. Don't push it. Doe het, neem het. Zo, onderweg naar huis. Ik heb mijn eigen tasje mee. Ik ga even de box ophalen. Ik ben weer fucking benieuwd wat we gaan krijgen. Tweede box. Lekker eten. Hallo. Hoi. Ik kom de box ophalen van To Good To Go. Oh ja, leuk. Gaan we doen. Blair Witch shot je dit. Oké, wat hebben we? Nou, vegetarische. Laten we daar gelijk beginnen met dat dit echt veel spullen zijn. Ja, echt heel veel. Vegetarische rotti ga ik morgen lekker mee lunchen. Bowie. We hebben eenmaal kattenheet. Ik heb hier eenmaal sinaasappelsap, die fucking lekker was en nu op is. Champignonnetjes. Aardappels, nice. Wortels, nice. Een Nederlandse maaltijd. Oh no! Nee! Markt, wat doe je? Gedroogd zeewier. Nee! Echt niet dat we dat open gaan maken, hè? Brings back memories. Oké, als iemand dit wil proberen, stuur even een berichtje in de comments. Of laat je... Nee, niet laat je er even achter in de comments. Stuur me een berichtje, dan ik stuur het naar je op. Want ik ga niet weggooien, maar ik ga het ook echt niet eten. Volle melk. Nou ja, beter dan weggooien. Kunnen we er pannenkoeken mee maken. En een lekkere tomatenburger. Ik ben hier helemaal niet ontevreden over. Heel blij hiermee. Wat ook natuurlijk belangrijk is, moet je niet vergeten. Oké, wij zijn aan de pizza eten. Ik weet het niet. Met Claire, want die is uit New York terug. Ja, yeah. En Claire weet het al. Want ik mag deze week dus geen voedsel verspillen. Dus iemand moet dat stukje opeten. Vegan pizza eten we. Kan ook. Of jij eet hem op. Is goed voor je. Kijk eens. Milieuvriendelijk. Yes. Wat ben jij toch een goed mens, Claire. En wat Marije dan niet vertelt. Je korstjes met mij. Oh. Ik mag het helemaal op eten. Ja, het moet wel op. Ik moet mee. Droge pizza korstjes. Nee, ik neem het wel mee. Oké. Je neemt het mee. Wat ga je er dan mee doen? Ja, opwarmen. Morgen. In een sausje dippen. Oké, Max, we kunnen 2 dingen doen. Dit ziet er echt super smakelijk uit, mag ik dat zeggen? Ja. Ik ben heel blij dat wij zo ver doorslaan in ons geen voedsel verspillen, dat afgekloven pizzakorsten nu mijn deel worden op deze zondagmiddag. En het zijn niet eens mijn afgekloofde korsten. Oh, echt? Zijn het random afgekloven pizzakorsten? Nee, het zijn mijn. Oké, volgens mij kunnen we 2 dingen doen. Of we maken een soort van pizza bite met de tomatenpaste en de champignons die we van markt over hebben. Een soort van nieuwe pizza dingetjes. Of we maken gewoon een echte pizza. Nee, of we maken mac and cheese en gebruiken de korsten als een soort van breadcrumbs die we dan eroverheen doen. Ik zie de mac and cheese wel. Oké, gaan we dat doen. Wat zegt u hiervan, meneer de restjeseter? Hij is lekker, maar hij mist wel nog een soort accentje. Dat een ui is of broccoli of juist een soort scherpere kaas.
Wat een lullabel jij. Nog even wat tips voor restjes. Want bijvoorbeeld, zijn je bananen te rijp? Doe ze in een smoothie. Of maak er pannenkoeken van. Sowieso overrijp fruit. Dat gooi je gewoon in de blender. Groenten, wat misschien deze dan niet, maar te rijp is of restjes, gooi je gewoon in de soep natuurlijk. Yoghurt, waar je niet meer een heel schaaltje mee kan vullen, maak je een dressing mee. Brood, dat al oud is, kun je wentelteefjes mee maken. Echt, Google en er gaat een wereld voor je open. Nog een leuke tip, het voedingscentrum deelt op Instagram ook allemaal tips en tricks uit over kliekjes en wat je ermee kan doen. Heb jij tips over wat je kan doen met kliekjes, originele ideeën? Waarom loopt er een kat op mijn keukentafel? Deel het in de comments. Wij gingen vanavond eten bij In Stok restaurant. Zit in Amsterdam, ook in Den Haag en Utrecht. En ook In Stok. Dat is dus een restaurant dat voedselverspilling op de kaart zet. Zij koken dus met ingrediënten die anders verspild worden. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld vis wat te krom is voor een verpakking. Die vis kopen zij dus in en die gebruiken ze in hun gerechten. Hetzelfde met alle lelijke groenten die niet knap genoeg zijn om in de supermarkt verkocht te worden en zo. Wat grappig is, is dat je denkt van, oh, die mensen, die koks, die moeten roeien met de riemen die ze hebben. En dus dat het allemaal een beetje... Het moet maar zo, dat het een beetje het beste is wat er op de tafel komt. Maar die shit is lekker! Ja, ik ben echt zo positief verrast. De grap is ook dat je natuurlijk niet alleen helpt voedselverspilling te verminderen, maar ook alle grondstoffen die nodig zijn om voedsel te maken, zoals water, de CO2 voor de vrachtwagens die het eten vervoeren en zo, dat redt je natuurlijk ook als het ware. In Stok, lekker bezig. Ik vond dit serieus een van de moeilijkste experimenten die ik heb gedaan. Ik ben heel erg veel onderweg en ik vergeet gewoon wat ik in huis heb. En je moet ook echt een soort van nieuwe gewoonte aanleren om sowieso eerst te kijken wat je nog hebt voordat je boodschappen gaat doen. Ik daag je dan ook uit om een week echt strak te letten op wat je weggooit, want ongemerkt gaat er helaas heel veel de prullenbak in. Kortom, mest vandaag nog je kasten uit, deel je koelkast logisch in. Als je eten bestelt, bestel eens een keer een Magic Box bij Too Good To Go en koop verder alleen wat je echt nodig hebt in de supermarkt. Het is zo zonde als we eten weggooien en ook nog eens beter voor de wereld als we daar wat bewuster mee omgaan. Dankjewel voor het kijken, doei!